Oké, ik had me er niet mee moeten bemoeien, maar moest ik echt al jullie spullen sjouwen? Niet alles. Ik droeg mijn plektrum. Mooi, de band is er. Ze gaan me de geheid uitschoppen als ze dit zien. Hey bro, we zagen je appje. Mooi, pak je instrument. Wij zijn de nieuwe meerkatjolige feestband. Moeten we hier gaan rocken? Wow, niet cool, Max. Ik zou je uit mijn band zetten, maar tegelijkertijd toch wel goede vrienden blijven. Nou, zijn jullie kwaad? Ja, we zijn kwaad. Dat je niet eerder met dit idee bent gekomen. Nu kunnen ze niet zeggen dat we te oud zijn. Oh, fijn dat jullie blij zijn. Kom op, we rocken het snot uit die koters. Wacht, wacht, er is nog iets anders. Waar loopt dit op uit, Max? Vast wel op een vriendschap. En dit is misschien wel een breekpuntje. Ik trek dit echt nooit meer uit. Ik wil alleen maar knuffelen met mezelf. Zo aiba. Oké, ik ga het ergste doen wat je kan bedenken. Hé jongens, mijn zusje komt bij de band. Wat? Huh? Wolfgang? Ja, vet cool. Sterker nog, fantastisch. Max, geen zusjes in de band. Al helemaal niet één die ooit verliefd op me was. Daarmee sla jij een enorm gat in de brozonlaag. Sorry jongens, we slijten ons verdere leven als de slechtste panfluitrockband ter wereld. Of jullie schoppen me eruit. Bandberaad. Het is zover. Max, je ligt eruit. Als je denkt dat we dit geen enorm briljant diner vinden. Bandknuffel. Hey Billy, kom nou. Billy is hier niet. Ik ben Belvedere, de pratende burger. Auw. Billy, zeg gewoon wat er is. Best. Nora, ik weet dat ik je held ben omdat ik zo stevig in mijn schoenen sta. Je hebt niet eens twee dezelfde aan. De waarheid is... Ik heb plankenkoorts. Dus daarom doe je opeens zo raar. Billy, het is heel normaal dat je het spannend vindt. Echt waar? Is het normaal dat ik een hap nam uit die plastic burger? Eén probleem tegelijk. Eerst maar eens die plankenkoorts. Maar al die mensen dan die me aanstaren. Geen zorgen, ik weet al wat. Dit werkt hoe dan ook. Dat is een mischienesappel. Heyo! Hey Billy, heb je het gehoord van die kat die dat muisje niet kon vangen? Heb ik? Dat was een mispoes. Ha! Wat een topavond. En die twee zijn hilarisch. En we hebben gratis burgers. De burgers zijn gratis, maar de broodjes zijn $20 per stuk. Zeg alsjeblieft dat dat bij de act hoort. Voor mij wel. Hey ho! De koe eet bamboe en doet een poe. De boer uit de domme zegt boehoe. Wij zijn de meerkatjolige feestband. Hoop dat jullie het naar je zin hebben. Onze zanger Maxeroe. Hey, ik huppel van plezier. Op gitaar onze giropster. Gideon J. Neushoorn. En helemaal uit Duitsland, Wolfgang. Want Duits schijnt te zijn voor gekko. En wie is dat grietje dat jullie hoofd op hol brengt met de panfluit? Dat is Phoebe Kikkerman. De paard zegt hey, eet hooi voor twee. De boer voor zijn vee en eet mee, mee, mee. Oké, ik probeer nog een keertje met mijn lasers. Au! Het spijt me, alles in orde? Nee, daarom zei ik au! Het heeft geen zin. We komen hier nooit uit. We zullen vast verhongeren. Niet als het aan mij ligt, want hier heb ik een smeuig broodje kwal. Dat is echt ranzig.
Weet ik. Witbrood is niet te eten. Deze grot zit potdicht. De enige die ons kunnen redden zijn... Moment Pop! Hoe komen jullie hier? Ik ben Thunderman. Ik ben een expert in mensen opsporen. Daarnaast zit er een opsporchip in Billy's rechterkies sinds zijn vijfde. Oh, daarom is die tante schroen. En hoe zit het precies met Phoebe en Dark Mayhem's krachten? Zij en haar robothoofd willen met behulp van de vulkaan Malvexium verspreiden over de wereld. Malvexium? Hoe is dit gebeurd? Ik leg het onderweg uit. We moeten haar tegenhouden. Kom mee. Oké, kom. Oh, wow. Wie heeft er voor 1000 euro terreinbuggies gehuurd op onze kamer? Slechte Phoebe. Wat is de code voor de Malvexium-koffer? De code is dat je handen hebt. Open hem. Het Malvexium moet in de lava zakken, maar raak het niet aan. Zelfs de kleinste aanraking met je huid zal... Zwijg, hoofd. Laat mij maar. Mooi. Oké. Malvexium is geplaatst, klaar voor activatie. Tijd voor een vulkaanuitbarsting. Oh, dit is zo opwindend. Weet ik. Kop om mijn lichaam aan. Nee. Oh. Wat is dat? Er staat een indringer voor de labdeur. Activeer de veiligheidscamera om te zien wie het is. Goed, jongens. We forceren deze deur. Familie. Of niet, Destructo? Misschien de jouwe. Ik hou wel van mijn moederbord. Klaar voor de aanval? Ons grootste wapen is een element van verrassing. Verrassing. Oh, het spijt me jongens, maar het komt slecht uit. Voor jullie. Snel, gebruik Dark Mayhem's krachtveld om ze te vangen. Kan ik dat? Zo vet! Geen zorg, ik hou ons hieruit. Graag gedaan. Als ik de hendel overhaal en de vulkaan barst uit, is dat krachtveld jullie grootste probleem niet. Vulkaanuitbarsting over 10 minuten. 10 minuten? Dat betekent dat we tijd hebben voor een familieselfie. Zeg allemaal maar slechtheid. Slechtheid. Kom op jongens, werk eens even mee. Slechtheid. En met de extra ruimte die het lab te bieden heeft, kan ik het hier volzetten met deze schietschijf. Die pingponglawine is het einde van de kom maar met je domme idee-ronde. Dan gaan wij nu verder met... Gap het lab! Dan komt nu de omkoopronde. Wat is omkopen? Dat jullie drietjes mij leuke dingen aanbieden en dat ik dan een winnaar kies. Maar dat is niet eerlijk. Begin nou maar met omkopen voor het te laat is. Jongens, volgens mij wil Colosse ons gewoon tegen elkaar uitspelen. En dat lukt hem. Ik krijg mijn verjaardagsgeld. Ik geef mijn geld van de tandenvee. Hoeveel tanden zijn dat wel niet? Aan wie schrijf ik de cheque uit? Aan wie denk je zelf? Oké. Wie denk je zelf? Colosso, alsjeblieft, kies niet voor Billy's sportlab. Ook niet voor Nora's lab, tenzij je levensmoe bent. Ze kan niet mikken. Moet jij maar eens opletten. Auw! Zie je, ze mikte op Chloe. Als je mijn speellab kiest, krijg je heel veel kopjes thee. Iedereen weet dat ze die thee zet van wc-water. Ik kan niet bij de kraan. Is het geen schoonheid? Ze doet me denken aan mijn vijfde vrouw. Dat huwelijk was ook zo'n warm bad. Ik weet niet. Is die straalmotor echt nodig? Duh! Hoe krijg je anders super turbo bubbels? Maar als de brandstof nou in het water lekt... Maak je niet zo druk! Hoor je die gast? Amper. Mijn gehoorapparaat doet het niet.
Is kerosine niet brandbaar? Geen regels. Max mag doen wat hij maar wil. Hallo. Oh, kom op. Doe die deur nou op slot. Geen regels. Iedereen mag binnenlopen wanneer hij maar wil. Je hebt opa Giddy gehoord. Dus als je me vraagt voor het schoolbal, het antwoord is ja. Ik ben hier niet voor jou. Ah, ik ben er wel voor jou, hoor. Je hebt er bijna, Giddy. Max, je moet nu gelijk naar huis. Pap ging door zijn rug toen hij een muffin liet vallen en wilde oprapen. Liegbeest, hij haat muffins. Dat noemt hij gezonde cupcakes. Oké, nu jij uit huis bent, zitten pap en mam constant op mijn nek. Ik ben mijn pepers kwijt en ik heb beschermingsfactor 100 op. Nou, ik ga niet terug. Bij opa Giddy kan ik doen wat ik maar wil, wanneer ik maar wil. Wacht. Mag ik ook doen wat ik maar wil hier? Ik ga nooit meer weg! Hé, je moet nog tekenen. Wie denk je dat je bent? Mijn moeder? Jij bent de fleurigste, geurigste rozenstruik van heel de wereld. En je wordt later een hele grote jongen. Ja, echt waar! Waarom praat mam tegen de bloemen? Zo vreemd is dat niet. Ik praat met bomen. Hé, de beuk erin, tante S! Ik ga naar binnen, voor jullie me aansteken met gek zijn. Je moeder praat babytaal om de bloemen te laten groeien, want ze wil winnen bij het schuildorp bloemenfeest. Ja. Mevrouw Woon wint al zolang we hier wonen, maar dit is mijn jaar. Had je gedacht, roze bottel? Ach, kijk nou, mijn roze perkje staat er piekfijn bij. Ah, jij zal de zoete geur van Victorie nooit kennen, Barbara. Oh, ik wou dat ik er één keer kon verslaan. Wat jij nodig hebt is flower power. Weet je nog, die kunstmest die we in Metroburg hadden, waar alles snel van groeide? Loeigroei? Henk, jij zegt altijd dat de Thundermans niet vals spelen. Die lijfspreuk is van voor onze tijd met mevrouw Wong. Oh, nou, ik speel niet vals. Ik moet alleen mijn babytaal wat aanscherpen. Hé, Rosie-wosies? Ja. Laat mij maar even. Knoppen erbij, bot vol plommen! Henk! Daarom is Max nou gestopt met voetbal. Oh. Billy, ik heb een idee. Ren naar Metroburg en haal... Hier is een loeigroei. Dat is voor het eerst dat je eerder dan ik een goed idee hebt. Luister, Nora. We doen loeigroei op het hek en dan kan mevrouw Wong er niet meer overheen kijken. Het valt toch tegen. Als we nou eens gewoon wat bij mams rozen doen. Best, als jij denkt dat grote rozen iets oplossen. Ietsje meer kan geen kwaad. Woehoe! En weer een hole in one! Oké, het is tijd voor een Phoebe familie snackpauze. Wie wil er? Een dino drumstick. Vlees uit een automaat? Ja, graag! Oh, nee. Een fotohoekje. Hé, jongens! Laten we een herinnering creëren. Ergens waar niemand ons kan zien. Ik eet even mijn drumstick op. Je bent klaar, het hokje in. Okay, kom op. En we gaan. Wat ruik ik? Ik was het niet. Sorry, ik geloof dat ik het was. Ik wist dat iemand mijn sleutels gestolen had. We hebben een inbrekosaurus. Ja, je hebt gelijk, groot beveiligingspersoon. We moeten het hele terrein doorzoeken. Huppakee! Oké, laten we de familiefoto bekijken. Niet onze beste. Jongens, waarom sluiten we deze Phoebe Familie Funtijd niet... Even wachten. Thuis af! Boeiah! Maar we zijn pas halverwege het parcours. Ja, en je vader gaat hartstikke lekker. Hij is de eerste die 18 hole-in-ones achter elkaar gaat maken. Volgens de website spuugt de dino een levenslang lidmaatschap voor het hele gezin uit als je dat lukt. Wow. Goed, maar laten we het nog wat spannender maken. Speedy golf. We spelen het spel zo snel als we kunnen. Maar in de internationale midgetgolfregels staat... Je verliest nu al, pap! Oh.
Picasso, dat is al je zevende bakje ijs. Oh, gaan we nou bij de hand doen? Feitje, lezers winnen altijd, dommy. Is dat waar, Nora? Wat goed dat de Thunder Monitor weer werkt. Activeer party modus. Dat is raar. Thunder Monitor, sluit af. Alarm, alarm. Colosso, hij doet het niet. Wie heeft er zin in een feestje? We gaan knallen. Hier is het feestje. Colosso, je zei dat je me kon maken. Daar is een volstrekt logische verklaring voor. Pistache ijs was mijn enige ijs en verder heb ik niks gemaakt. Activeer heavy metal modus. Wat is dit? Dit is echt een goede track, baby. Thunder Monitor, stop de muziek. Activeer hitte modus. Mijn pistache ijs. Het smelt. Het smelt. Geen nood, ik help je. Later. Wij weten van niks. Waarom doet hij zo raar? Ja, waarom doet hij zo raar? Waarom doet de monitor dat ineens? Ja, waarom doet de monitor dat ineens? Waarom papegaaien jullie alles na? Ja, waarom papegaaien jullie alles na? Je hebt verloren, ouwe super. Ik vlieg er vandoor en jij aanschouwt het einde van alle superhelden. Nee, dit is onmogelijk. Met de Q-klapper 600X met uitschuifmodus is niet zo mogelijk. Oh, wacht maar tot de kinderen dit horen. Oh, het is te laat. De vulkaan gaat bijna uitbarsten. Vulkaanuitbarsting begint over... Bibi, je glipt weg! 9. Ik ben er bijna! 7. 6. Ik heb je, doe het! 5. 4. 3. 2. 1. Uitbarsting mislukt. Het is er gelukt. Ja, dankzij jou. Dank je voor je hulp. Jongens, kom er maar weer uit. Max en Phoebe hebben de wereld gered. Net zoals mama al had gezegd. Je dacht toch dat het niet zou lukken? Oh, kijk eens, papa is terug. Jongens, jullie zullen niet geloven wat er gebeurd is. Henk, wauw, je versloeg de Structo met je nieuwe hengel. Nu verpest je mijn verhaal, Barb. Haha, ze verpesten je verhaal. Oh ja, wat gaan we doen met Destructo? Ik heb een idee. Het is nog niet voorbij. Jullie zullen nog vaak genoeg horen van... Opgelet, ik heb de knoop doorgehakt. Ik heb alle steekpenningen gebruikt voor het droomspeellab van de gelukkige winnaar. De kamer is van mij. Had je gedroomd, joh? Het is wc-tijd. De gelukkige winnaar, dat ben ik. Welkom in Colosso-wereld. Wie jullie ook zijn, hou op met juichen voor hem. Ik
snap het niet. Hoe kunnen wij nou verliezen? Colosso heeft ons tegen elkaar opgezet en toen al ons geld gepikt, zodat hij dit stomme konijnhol kon bouwen. Correct. En nu weg. We hadden gelijk weg moeten lopen toen hij zei dat maar één van ons kon winnen. Ja, wat heb je aan een lap als je niet samen alleen kunt spelen? Wacht, ik weet iets wat we samen kunnen doen. Wat staan jullie te smoesen? Wat doen jullie hier nog? Wij gaan een nieuw spel spelen. Sloop het lab! Hey, wat doen jullie nou? Stop! Dit verdien ik niet. Oké, misschien ook wel, maar stop toch maar. Merlijntje, nee! Mijn wortelbot, nee! We delen het lab wel. Nee, die heb ik gekocht in Bombay. Dat is een echte. Wat nu? Wat nu? Stop met te vragen wat nu. Hey, Max. Zet dat bad eens wat zachter. Het wordt hier bloedheet. Ja, er wordt aan gewerkt. Als het vuur in de motor slaat, gaat de hele boel de lucht in. Phoebe, nu overdrijf je toch echt wel een beetje. Wat zei je? Oh, er ligt wel iets in de ijskast om onze vriesadem op gang te krijgen. Oh ja. Er zitten klontjes in. Omdat hij bedorven is. Opa Giddy heeft de datum doorgekrast en erop gezet geen regels. Er is vast nog wel iets kouds. In het vriesvak liggen alleen maar vislollies. Wat is een vislolly? Dit. De mijne, kijk me aan. Die schuppen. Oké, ik probeer mijn vriesadem. Nog niet koud genoeg. Probeer jij eens. Dat heb je ook niet gezien, oké? Het is al te laat. Iedereen moet nu naar buiten. Hou jij de giddies? Ik red mezelf. Lieverd, ik denk dat ik echt een kans maak om te winnen dit jaar. Mami maakt koeienmes van Wang, baby. Chloe? Wacht daar maar mee tot mevrouw Wong je kan horen. Oh nee, ik krijg oude mannen neushaar. Eeuw. Alsof er een marmot in ligt te slapen. Genoeg, ik ren naar Metroburg om een tegengif te zoeken. Oké, maar eerst helpen we mama alles opzetten. Anders krijgt ze argwaan. Cool, jij hebt ook een neusmarmot. Oké, ga maar. Ik dacht altijd al dat er aarde in jullie hersenpan zat. Had ik toch gelijk? Dat u het even weet, mijn kinderen dragen die potten om mij te steunen. Nou en of. Woehoe! Hup, mam! Au, mijn heup. Je fanclub is al net zo sneu die bloemetjes van jou. Sneu, zegt u? Kijk dan zelf! Barb maakt koeienmest van je, baby! Hey, dat is mijn tekst. Ik weet niet wat voor hekserij je hebt losgelaten op die bloemen, maar mij versla je niet, Barbara. Trek je niks aan van die gemene oude Wong, bloempies van me. Oh nee, ze groeien te hard, je pot barst. Gelukkig heb ik twee superfans met potten waar ze in kunnen. Hanne thuis, snotneus. Wat? Waarom? Omdat Billy en ik papa's zweethoofdgen hebben geërfd. Maar dat zou toch een generatie overslaan? Kom nou maar hier met die potten. Kijk, mevrouw Wong praat met je bloempies. Stop met groeien, stomme rozen. Valt er wat te zien, rare kneuters? Waar zijn Billy en Nora nou? Die kruipen vast ergens weg, zodat we hun zweethoofd niet zien. Herkenbaar. Ze hebben ons niet gezien. We worden steeds ouder. Ik versta je niet. Nora, we worden steeds ouder. Ik moet supersnel naar Metroburg om tegengif te halen. Je krachten zijn ook bejaard. Wat moeten we nou? Geen idee wat je zegt. Maar dit voelt goed. Billy, go! Nora, go! Chloe, go! Oké, ik zie jullie thuis. Niet wat ik bedoelde, maar heen of hier te gaan. Oké, jongens, we doen de 18e hol voor we gepakt worden. Door de charme van oertijdgolf. Oh,
Dat is hem, de 18e hole. Ik hoef alleen maar de bal in zijn mond te raken, langs de staart en zo de hole in. Nog nooit is dit iemand in één keer gelukt in de geschiedenis van oertijdgolf. Maar ze zijn toch pas net open? Sst, gun papa zijn momentje. Oertijdgolf. Ja, maar kan het wat sneller? Goed. Oh, ik ben op de helft! Het is nog niet voorbij, jongens. We hoeven alleen maar te wachten tot de zwaartekracht hem naar de grond trekt, ook al duurt dat de hele avond. Zwaartekracht, het is je weer gelukt. Hole in one, Henk! Eigenlijk bewaar ik deze. Dan kan ik altijd terugdenken aan Phoebe Familie Funtijd. Daarom heb ik de t-shirts gemaakt, maar oké. Ha! Kijk! Het zijn de vandalen. Je hebt hem gehoord. Wat zijn jullie hier aan het doen? We kunnen het uitleggen. Ja, ik heb net een hole-in-one gemaakt. Die dino spuugt zo een levenslang lidmaatschap uit. Die dino is geblokkerbokkerd. Nu gaan we er lang. Oh, jongens, allemaal achteruit nu. Nu is mijn enkel geblokken, Wokkert. Waar ga je heen? Mijn dino-baby's keren zich tegen me. Gaan jullie maar en dan red ik die iets wat vreemde man die ik nog nooit heb gezien of gesproken. Nee, we laten je niet achter. We doen dit samen. Ik gebruik mijn superkracht om bij hem te komen. Maar als hij onze krachten ziet, dan weet de hele stad ons geheim weer. Wacht. We kunnen dit ei gebruiken om de dino's back te blokkeren. Pap, kun je nog één hole-in-one maken? Laat mij maar. Gelukkig heb ik mijn Thunder Golf Club nog. Pap, schiet nou op! Oké. Het is je gelukt! Nee, het is ons gelukt. Bedankt, pap. Ik en mijn golfclub. Oké. Tijd om die ultplekken weg te werken. Ik heb je lievelingssnoepjes, jellybeans. Oh, jongen, jellybeans. Ik wil niet ondankbaar overkomen, maar waarom zijn jullie zo lief voor me? Voor het geld. Wat hij bedoelt is dat we het heel erg vinden dat je je geld kwijt bent. Niet dat het uitmaakt, want we houden van je of je nou rijk bent of niet. Dat geldt extra voor mij, makker. Honden delen alles. Ja, toch? Ruikt naar roosjes. Ik ben zo blij dat jullie niet boos zijn dat ik wat langer blijf. En om wat ik met jullie auto heb gedaan. Geef niks, Blobin. We doen alles wat jou gelukkig maakt. Dus jullie doen alles wat ik vraag? Alles. Oh, nou, in dat geval dacht ik aan wat lekkere, ontspannende... Blob Quando! Dat ziet er goed uit! 5, 6, 7, 8, tik en schudden en stoot en bam! Ik ben oké! Ik hou van je, Blobin! En dan nu een romantische rap. Gast, je hebt genoeg gespuugd voor één nacht. Aha! Ik wist dat jullie in de val waren gelopen. Max, je bent teruggekomen. We zijn gered, babe. En ooit vertellen we dit verhaal aan onze kleine giddies. Max, kom terug met die schattige kuiltjes van je. Oh, ze zitten echt in de problemen. Inderdaad. En jij geloofde me niet. Nu voel je je vast behoorlijk dom. Nu voelen we ons allemaal dom. Oké, geen paniek. We moeten hier gewoon weg voordat... En begin maar met doodsbang gegil.